Goedendag en welkom bij Admiral Markets Nederland. In deze nieuwe videoreeks zullen wij ingaan op de basisbeginselen en begrippen van Forex, oftewel de valutamarkt. Bent u een aspirerend of beginnende Forex trader? Blijf dan vooral kijken. Voordat wij in de materie duiken, vraag ik uw aandacht voor onze risicoverklaring. Wij raden u aan deze aandachtig door te lezen. Dit is slechts een extract. U kunt de volledige versie nalezen op onze website. De directe link vindt u op de slide en in de beschrijving onder deze video. U kunt deze video pauzeren indien nodig. Blijft u kijken, dan gaan wij ervan uit dat u de risicobepaling heeft begrepen en geaccepteerd. Dit is de eerste video van de serie Trading Basics. Wij zullen in deze en de komende video stapsgewijs de basisbeginselen en begrippen van de Forexmarkt toelichten. In deze eerste video zullen we ingaan op wie de spelers in de Forexmarkt zijn, het belang van de trend. We zullen aanstippen waar een beginnend trader op moet letten bij het kiezen en samenstellen van een passende strategie en welke software en hulpmiddelen u nodig heeft om aan de slag te kunnen. Verder zal ik u enkele handige links en verdere informatieve materialen delen. Mocht u specifieke of persoonlijke vragen hebben, dan staat het team van Admiral Markets Nederland voor u klaar. De contactgegevens kunt u nalezen op de slide in uw scherm. Voordat u begint met trading, is het belangrijk om te weten hoe de valutamarkt en de forex trading industrie zijn opgebouwd. Wie of wat veroorzaken prijsfluctuatie, oftewel de bewegingen in prijs waarvan wij willen profiteren? De forexmarkt kent verschillende spelers. Op de slide hiernaast kunt u de belangrijkste nalezen. Het betrekkelijke gewicht van een handelspartij in de markt wordt bepaald door hoeveel geld die partij beheert. Dit bepaalt namelijk hoe groot de positie is die zij kan innemen en wat het effect op de prijs bepaalt. In Forex wordt de waarde van een valuta afgezet tegen de waarde van een andere valuta. Er zijn honderden verschillende combinaties mogelijk, die wij aanduiden als valutaparen. Veel beginnende forex traders richten zich voornamelijk op de major currency pairs. Dit is een selectie valutaparen die het meest liquide zijn. Ze bewegen volatiel en het openen van een positie kan tegen een lagere spread. Dit zijn doorgaans de paren die over het algemeen ook het meest getraind worden. Omdat er een mate van correlatie tussen de instrumenten binnen een bepaalde markt heerst, kiezen veel traders ervoor hun gelden en dus risico te verspreiden over verschillende markten. Wanneer je de basis van trading beheerst, kan men gemakkelijker de overstap maken naar andere instrumenten of markten. Denk aan traden van aandelen op de AEX of CFD's op grondstoffen. Het is de perfecte manier om meer te halen uit je talenten als trader en tegelijkertijd je portfolio te diversificeren. De aantrekkingskracht van handelen in Forex, het potentieel om veel geld te verdienen, is tevens de grootste valkuil. Marketing van verschillende financiële dienstverleners maken dat veel beginnende traders zeer hoge verwachtingen en uitsluitend oog hebben voor de hypes en methodes om snel geld te verdienen. Wij raden u aan uw trading te benaderen zoals elke andere ondernemings- of investeringsactiviteit. Begin met uw lange termijn visie. Iets wat veel beginnende forex traders zich vaak niet realiseren, is dat de meest succesvolle forex traders hun winst behalen met inachtneming van de lange termijn trends. Het inherente risico van de volatiele natuur van de financiële markten is het beste te benaderen met een lange termijn houding. Succesvolle traders zijn bereid hun posities open te houden voor dagen, weken, maanden of zelfs jaren. Lange termijn handel vereist geduld en bescheidenheid in handelsvolume. Het voordeel is dat deze manier van traden makkelijker te combineren is met je alledaagse leven, omdat je niet constant naar een scherm hoeft te staren. De eerste prioriteit in trading is het behoud van kapitaal. Het minimaliseren van risico's is de primaire doelstelling. Wij kijken daarom in de eerste instantie naar de meest prominente en dus sterkste trend en stemmen daarop onze strategie af. Of je nu een forex beginner of een forex professional bent, je bent het beste af door te traden wat je ziet, in plaats van wat je denkt of wilt zien. Bijvoorbeeld, je zou kunnen denken dat de valutakoers van de US dollar overgewaardeerd is en dat dit al te lang het geval is. De menselijke vooringenomenheid is ervan uit te gaan dat de situatie zal veranderen of dat er een addertje onder het gras schuilt. Men zet dan in op een ommekeer.
Zolang de valutakoers of de prijs inderdaad omhoog gaat, maakt het eigenlijk niet uit wat je denkt of wat er wellicht in de toekomst gaat gebeuren. We treden met de trend zoals deze op het moment gedefinieerd kan worden. De forexmarkt heeft een gigantische omvang. In je eentje een trend beïnvloeden is niet weggelegd voor de individuele retail trader. Wij kijken daarom naar de trend om te bepalen wat de grootste spelers doen. Deze prijsbeweging in de richting van de algehele trend zijn vaak het sterkst en duren het langst. Wij traden met die bewegingen. Een adequaat forex trading systeem of strategie voor beginners is er meestal één die het meest eenvoudig is. Overbelast je grafieken niet met indicatoren en houd je strategie vrij van te veel uitzonderingen en de ruimte voor alternatieve interpretaties. Hoe complexer je handelsstrategie, des te moeilijker het is om het te volgen en ook kleiner de kans dat het werkt. Om ons vertrouwen in een strategie te rechtvaardigen en te versterken, willen wij uiteraard weten wat de succesfactor van een strategie is. Hoe presteert deze strategie gemiddeld op verschillende markten? Om hier duidelijkheid in te krijgen, voeren we zogenaamde backtesting en onderzoeken uit. We gaan terug in de tijd en passen onze strategie toe op de scenario's die voldoen aan onze voorwaarden. We evalueren dan of de beoogde gevolgen zich ook daadwerkelijk voordoen en wat wij ermee zouden winnen of eraan zouden verliezen als we deze strategie systematisch toepassen. Uiteindelijk willen we aan het eind aan de hand hiervan kunnen bepalen of het volgen van deze strategie loont. Op deze en de vorige slide kunt u enkele punten en vragen zien die u zelf zou kunnen stellen wanneer u tracht een goede tradingstrategie samen te stellen. Volatiliteit, oftewel de veranderingen in prijs, is wat ervoor zorgt dat je kan traden en hieraan kunt verdienen. Echter, de mate van volatiliteit kan sterk verschillen. Hoe sterker de volatiliteit in de markt, hoe heftiger de prijsbewegingen kunnen zijn in een kortere tijd. Dit gebied een andersoortig beleid en nauwgezette uitvoering van de geplaatste orders. Bouw volatiliteitanalyse in uw handelsstrategie. Iedere forex trader moet accepteren dat zodra men in de markt stapt, elke uitkomst waarschijnlijk is. Alles kan gebeuren. De markt kan niveaus en patronen die zij voorheen gerespecteerd heeft en wellicht op welke onze strategie is afgestemd, volkomen negeren. Edmore Marcus heeft handige hulpmiddelen en instrumenten die de trader kunnen helpen een volatiele markt te navigeren. Op onze website kunt u hier meer over lezen. Wil je meer weten over beleggen voor beginners, meer specifiek over beleggen in Forex, neem dan een kijkje op de aangegeven links. Lees het artikel Wat is Forex? We bieden een demo-account aan waarmee u ervaring kunt opdoen zonder risico voor verlies van eigen kapitaal. Klik op de link op de slide of in de beschrijving onder de video om hier meer over te weten te komen of om u direct aan te melden. Ons team van Forex Experts heeft deze Forex cursus speciaal voor beginners samengesteld. Deze cursus is kosteloos en vrij toegankelijk. De cursus is erop toegespitst om u een beter begrip te geven van de Forex begrippen en beginselen en is het ultieme hulpmiddel om een sterker fundament voor Forex trading te bouwen. Analyse is een essentieel onderdeel van valutahandel. Technische analyse maakt gebruik van prijsgrafieken. Grafieken zijn handig voor zowel korte termijn als lange termijn trading. Om een goed beeld te krijgen van de situatie in de markt, kijk je naar verschillende tijdsgrafieken. De dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse grafieken bijvoorbeeld. Technische analyse bestudeert de grafieken van een instrument en tracht patronen te herkennen en te voorspellen. Fundamentele analyse aan de andere kant geeft traders het inzicht hoe nieuwsfeiten, het financieel beleid van landen of de algehele economie het forex-ecosysteem kunnen beïnvloeden. De school van technische analyse meent echter wel dat deze omstandigheden al in de prijs zijn verdisconteerd. De updates op CNN, Bloomberg en in je Admiral Markets handelskalender zijn al op de markt en in de prijs ingecalculeerd. Het nieuws zelf geeft je slechts een achtergrond en verder inzicht in het sentiment erachter, wat ook weer de volatiliteit bepaalt. Wanneer nieuws onverwacht is of onverwachts anders uitpakt, kan dit wel sterk de prijzen beïnvloeden. Het is daarom goed een combinatie van beide aanpakken te gebruiken.
Om even wat dieper in te gaan op technische analyse. Elke Forex tradinggids met betrekking tot technische analyse zal een aantal belangrijke technische hulpmiddelen noemen. Trendlijnen, steunniveaus en weerstandniveaus en indicatoren. De afbeelding op uw scherm illustreert zogenaamde trendlines en hoe ze worden gebruikt. Zoals u kunt zien verbindt de lijn de hoogste punten in een neerwaartse trend. Dit zouden erg gunstige momenten geweest zijn om een trade te openen en mogelijk te profiteren van de neerwaartse beweging die daarop gevolgd heeft. Steun- en weerstandniveaus hebben een vergelijkbare functie. We werken hier echter met horizontale in plaats van diagonale niveaus. Er zijn verder tal van verschillende technische hulpmiddelen en indicatoren beschikbaar. Op uw scherm ziet u een voorbeeld van een van die indicatoren. Indicatoren kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. We zullen hier in verdere video's dieper op ingaan. Om aan de slag te kunnen met Forex trading heeft u de juiste software nodig. Het aanbod is groot en divers. Een van de meest populaire en veel gebruikte platformen is de software van MetaTrader. Concurrentie tussen brokers leidt ertoe dat veel Forex trading software gratis beschikbaar is. Op uw scherm vindt u een link naar het MetaTrader platform en waar u deze kan downloaden. Het programma wordt over het algemeen erg gebruiksvriendelijk geacht. Echter, op onze website vindt u instructies en artikelen die het proces gedetailleerd toelichten. Mocht u voornemens zijn om een MetaTrader platform te openen en u heeft verdere vragen of hulp nodig, kunt u uiteraard ook altijd contact opnemen met ons team. De contactgegevens kunt u terugvinden in deze video of in de beschrijving hieronder. Vele beginnende forex traders komen in de verleiding om geautomatiseerde forex programma's, expert advisors ook wel, en trading robots aan te schaffen. Ondanks het feit dat sommige forex expert advisors handig kunnen zijn, moet men begrijpen dat geprogrammeerde strategieën specifiek op bepaalde marktcondities zijn afgestemd. Om de strategie toepasbaar te maken moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Anders gezegd, deze robots zijn statisch naar aard, waardoor het moeilijk kan blijken winstgevend te blijven als de markt verandert. Het is alsnog van belang dat je voldoende kennis van de markt hebt om deze veranderingen te identificeren en de gedachten erachter begrijpt, zodat je weet wanneer je de strategie moet aanpassen. Als u hier rekening mee houdt en denkt dat gebruik van expert advisors bij u past, probeer dan MetaTrader 4 Supreme Editie. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de bijdrage tot succesvol handelen. Het platform dat u kiest om uw trades uit te voeren moet ruimte bieden om adequaat uitvoering aan deze aspecten te geven. Enkele factoren die moeten worden meegewogen in de keuze van een tradingplatform kunt u nalezen op uw scherm. Van groot belang is het aanbod van beschikbare instrumenten. Welke instrumenten zijn beschikbaar binnen het portfolio van uw platform? Dit bepaalt direct de begrenzing van de reikwijdte van ons eigen portfolio. Daarnaast is het van cruciaal belang de snelheid van uitvoer van orders te weten. Maar ook de manier waarop deze orders worden uitgevoerd en tegen welke kosten. Let ook op stabiliteit en hefboominstellingen. Velen schenken veel waarde aan de minimale inleg en scherpe spreads, maar vergeten deze elementen die het verschil maken als men daadwerkelijk trades plaatst. Wat het beste forex trading platform voor beginners is afhankelijk van de broker. Zaken zoals PriceQuote worden ingegeven door de broker. Er zijn enkele objectieve maatstaven die in acht moeten worden genomen bij het kiezen van een broker. Allereerst, wees alert met dealing desk accounts. Deze brokers karakteriseren zich door vrijwel directe uitvoering, vaste spreads en zeer gunstige minimuminleg. Echter, zij verdienen hun geld door tegen jou te traden. Je handelt dus tegen de broker in plaats van via de broker. Dit is voor vele traders niet interessant, tenzij je specifiek geïnteresseerd bent in de door hen aangeboden voorwaarden. Financieel handelen is in de meeste landen een wettelijk gereguleerde activiteit. Door de overheid aangewezen toezichthoudende instanties stellen wettelijke regelingen en richtlijnen die behulpzaam kunnen zijn in de kwalificatie van uw broker.
Op de slide kunt u enkele kernpunten terugvinden welke u in acht zou moeten nemen als u veilig wil handelen. Ten eerste, segregatie van fondsen. Dit weerhoudt de broker ervan de door u ingelegde gelden aan te wenden voor eigen of andere doeleinden. Wanneer een broker handelt in overeenstemming met dit principe, zullen uw gelden slechts worden aangewend voor het treden van uw posities. Let daarnaast op financiële zekerheid en het depositogarantiestelsel. Deze regeling biedt kapitaalbescherming indien uw broker failliet gaat. Het is belangrijk om zich, voordat u uw gelden inlegt, te verwittigen in hoeverre uw kapitaal beschermd is in een dusdanige situatie. Zorg er verder voor dat u op de hoogte bent van de navraag- en klachtenprocedure. Mocht u een probleem, een vraag of feedback van uw broker nodig hebben, is het wijs om vooraf duidelijkheid te hebben over hetgeen u in zo'n kwestie van uw broker kunt verwachten en op welke termijn. Zorg ervoor dat u de juiste, gereguleerde en gecertificeerde broker kiest en uw kapitaal veilig is. U kunt ervan verzekerd zijn dat bij Admiral Markets de genoemde punten goed geregeld zijn. Ik verwijs u voor meer informatie naar het artikel dat op de slide verschijnt, of hieronder in de beschrijvingsbox wordt aangeduid. Elke broker biedt een demorekening. Een demorekening stelt een beginner trader in staat ervaring op te doen op de forexmarkt zonder risico van verlies van eigen geld. Op een demorekening handelt men in virtuele middelen. De voordelen hiervan zijn niet alleen toepasselijk voor ambitieuze beginners, ook ervaren traders kunnen er baat bij hebben wanneer zij een nieuwe strategie uit willen testen. Het biedt de mogelijkheid te oefenen en testen totdat je resultaten stabiel zijn en er voldoende vertrouwen is opgebouwd in het eigen kunnen. Op dat moment kan men ervoor kiezen een live account te openen en eventuele winsten en verliezen te dragen. Behandel de trades op een demorekening hetzelfde als u dat zou doen met trades op een live rekening. Zo haalt u het meeste uit uw opgedane ervaring. Wanneer u een live rekening opent en met kleine handelsvolumes begint, is de transitie het makkelijkst. Open een demorekening door op de link in de slide te klikken. Meld u aan en neem de eerste stappen op uw pad als trader. Mocht u naar aanleiding hiervan of andere elementen uit deze video enige vragen hebben omtrent de inhoud, laat dan gerust een comment achter of stuur een e-mail naar het e-mailadres wat voorheen genoemd is en terug te vinden is onder deze video. Voor hulp en assistentie bij het openen van uw tradingaccount of praktische vragen omtrent het gebruik daarvan, staat ons deskundige team van Admiral Markets voor u klaar. U kunt hen bereiken via telefoon of e-mail. De contactgegevens kunt u tevens terugvinden op de slide en de beschrijving bij deze video. Ik wil u graag bedanken voor het bekijken van deze video. Wilt u meer horen van Admiral Markets? Abonneer u dan gratis en vrijblijvend op ons YouTube kanaal. Onze abonnees worden direct genotificeerd van nieuwe uploads en hoeven geen informatie, nuttige tips of tradeverslagen te missen. Wij zien u graag terug bij de volgende video.